Erland Sleur, directeur van de milieuorganisatie ProBios, eist dat Alcoa onmiddellijk informatie verschaft over opgeslagen chemisch afval achter de Suralco-plant aan de rand van het Kousdijkmeer. Sleur belegde gisteren een persconferentie in de guesthouse van Suralco. Sleur was met enkele personen van plantage Onoribo in het gebied op zoek naar de Vrijheidsmijn, waar vermoedelijk veel chemisch en radioactief afval is gedumpt door de Suralco. Hij wil dat Alcoa prijs geeft om welke vormen van verontreiniging het hier gaat. Hier zie je op dat plaatje dat we te maken hebben met drie soorten straling. En dat zijn de twee bovenste, alfa en beta, dat zijn deeltjes. Alfa-straling zijn de grootste deeltjes, die komen niet ver. Maar als ze in de buurt zijn van bijvoorbeeld genetisch materiaal, DNA of in jouw lichaam, dan kunnen ze heel veel schade aanrichten van een korte afstand. Maar ze gaan niet door papier, zoals je ziet. Daar is papier voorgebeeld, aluminium 3 mm en lood. Dus alfa-deeltjes gaan niet door papier, die andere deeltjes gaan wel doorheen. So, dus alfa-deeltjes zijn eigenlijk relatief zwak op de korte afstand. Sorry, op de lange afstand. Correctie. Beta-deeltjes zijn of positronen of elektronen. En die gaan iets verder. En dus sorry hoor, ik moet jullie even een klein beetje kennis geven van de kernfysica. En die kunnen door hun langere afstand die ze afleggen, makkelijker ioniserend werken. Want radioactieve straling wordt ook wel ioniserende straling genoemd. Sleur sluit niet uit dat met de aanwezigheid van het chemisch afval in dit grondgebied de gezondheid van de mens in gevaar is. Nu is het dus beschikbaar, het is een oplossing bijna, kan je zeggen, door al die chemicaliën, waardoor het ook in ons grondwater zou kunnen komen. Dus we hebben al gezegd, dus dat, we hebben al gehoord dus dat Alcoa zelfs aangeeft van dat daar een gevaar is, waar hun plant is. Maar ik heb ze niet over die mutleek horen praten. En ik heb begrepen van de heren van Onoribo dat er heel veel grond nu wordt verzet om die mutleeks af te dichten. En nu ik die straling heb gemeten, kan ik me voorstellen waarom. Men wil het zaakje blijkbaar afdichten zonder dus dat men, zodat men later geen goed onderzoek kan doen. Dat was Erland Sleur, directeur van de milieuorganisatie ProBios, gisteren tijdens een persconferentie over het chemisch afval dat Suralco zou hebben gedumpt achter de Suralco-plant.